Ik weet het niet. Of niet. Ik begin in ieder geval met... Jullie weten hoe onze klusvlogs zijn, hè? Er gaat altijd iets mis, dus bereid je maar voor. Lach je ons naar huis, joh? We hebben een brief ontvangen. Oh my god, en we weten niet wat erin staat in het huis. Daar zijn we dan. Ik denk alleen wel dat die anti-hormoontherapie een beetje een vreemde uitwerking heeft in combinatie met de pannenkoek. Oké, dat gaan we niet meer doen nu. Holy shit. Dat gaan we niet meer doen vanavond. Maar ik had ook nog de vraag waarom ik voor de anti-hormoontabletten letrozol heb gekregen en niet tamoxifen bijvoorbeeld. Model te staan voor de Wereldkankerdag. Ja. Ja, je kan maar ergens voor model staan. En nu zie ik een cadeautje op de tafel voor mij. Jessie. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We gaan iets slopen vandaag. Ja, we gaan weer verder met het volgende project waar we het vorige keer over hadden. Ja. Namelijk dit grote ding achter. Wij hebben er heel erg van genoten toen we... Nou, afgelopen jaar eigenlijk. Ja. Maar mijn moeder is hem zat. Ze maakt er zelf geen gebruik van, want hij is nogal vrij hoog. Ja, het instappen is een beetje vervelend, hè? Ja, en we hebben natuurlijk net een hele mooie nieuwe badkamer gemaakt. Dus ze willen hem er graag uit hebben. En aangezien wij binnenkort genoeg aan ons hoofd hebben met ons eigen huis, gaan we het nu doen. Ja, inderdaad. Spannend wat we allemaal tegen gaan komen. Ik heb al een beetje zitten kijken. Ik kan er nog niet gewijs uit, zeg maar, waar ik moet... Nou, ik heb nu waar ik moet beginnen. Maar of dat dan leidt tot een volgende stap, weet ik nog niet. Ik denk dat we veel schimmel tegen gaan komen. Ja, daaronder, dat zou best goed kunnen, ja. Maar ik zie nog heel weinig schroefjes of dingetjes die, waar ik kan beginnen om het los te halen. En het oogt vrij... Ik denk dat het minder stevig in elkaar zit dan dat je zou verwachten. Eigenlijk. Denk je? Ja, denk het wel. Ik denk dat je zo de bovenkant eraf kan Nou, ja. Ik weet het niet. Of niet. Ik begin in ieder geval met... Jullie weten hoe onze klusvlogs zijn, hè? Er gaat altijd iets mis, dus bereid je me voor. Dat zou het zijn, dat je er gewoon in één keer zo... Als zo'n kind. Ja, zo'n kind. Ik heb daar schroefjes en daar schroefjes, daar ga ik beginnen. We gaan gewoon even zoeken. En we nemen jullie weer mee. Net ook heb gedaan. Nou, één deur is al eruit. Los. Hij hoeft er niet heel te blijven in ieder geval. Oh my god. Zo, dit is de tussenstand. Ja. Oh. Ho. Ga maar eerst. Maar tegels eruit is helemaal nat. Dus ons vermoeden klopte. Hij lekt. Nou, de deuren zijn eraf. En we gaan nu alles naar buiten brengen. Oei, oei, oei. Zo, volgende stadium. We hebben inmiddels ook de rubberen tegels eruit gehaald. En zo te zien heeft de vloer het ook niet echt gered. Dus die gaat er waarschijnlijk uit moeten, denk ik. Ja, ik denk van wel, maar je moeder die... Denkt van niet. Nou ja, ze zegt het stinkt verder niet en zo. Dus als het dan opgedroogd is, waarom zou die er dan uit moeten op zich? Ja. Zou ze een punt hebben? Aan de andere kant denk ik, ja, ik weet niet, man, het is zo. Ja. We gaan erover nadenken. Even afwachten, denk ik, ja. Oh nee! Nee! Woe! Hey! Dat het niet glad is of zo. Scherp. Toppie! Ja! Laat het grof aan me komen. We gaan lekker uit eten, want het kan weer. En we worden opgehaald met een pendelbusje. Hoe vind je dat dan? Dat is lekker. Lekker. Zo. Nou. Oh, hoe mooi is dat, schat? Lampjes. Dat is leuk. Nog een extra attractie ook. Hallo.
Zijn we weer. Zijn we weer. Oh. Zit. Het enige wat ik niet fijn vind is de onderstel van de tafel. Kijk, daar staat hij weer. Gaan we weer met de bussetjes, de zilver? Yes. Oké. Gaan we weer. Mag je ons naar huis, joh? We hebben een brief ontvangen. Oh my god, en we weten niet wat erin staat. Het is van het huis. Oplevering. Maar is dit hem dan? Dat staat 30 november. Wat dan? Zeker helemaal niks. Dit gaat over reparatieverzoeken. Zeg. Maar ja, dit dat is niet 30, goed. Dit is van 30 november. Oh. Ze hebben dus niet over de oplevering of een briefvoorschouw. Nee, het gaat erover dat ze het heeft doorgegeven over wat wij zeiden van de afvoer. Uitnodiging volgt nog. Nou, dat zal gewoon echt niet lang meer duren. Mama, ben jij bij? We gaan nu iets heel gezelligs doen met Jesse Silver. En ik moet een beetje doorrijden, heb ik begrepen. Waar moeten we naartoe? We gaan naar het Hans en Grietje pannenkoekenhuis. We dachten, er is enorm veel wind. Hey, Corrie raast door de straten. Corrie raast door de straten. Ja, schatje. Oh jee, Matje doet daar weer van. Net, maar niet telkens laten vallen, schat, want dan kan ik er niet meer bij. Kan jij bij de wel? Net daar. Jij kan wel bij. Ik kan er wel bij. Dus we gaan, dus we dachten, wat gaan we doen vandaag? Ja. Nou, we hadden weer dingen op de planning, maar ja, toch weer twijfel. Legoland, is dat nou zo leuk voor hem? Een beetje klein voor misschien. Ja. We kunnen naar het strand lekker razen natuurlijk. Drievliet, allemaal die attractieparken zijn dicht. En ik denk als ze open zijn dat ze met deze wind ook heel veel gesloten zijn. Ja. Zonde van het geld. Dus ik dacht, we gaan lekker naar het Hans en Grietje pannenkoekenhuis in Zeewolde. Dat zag er heel leuk uit. Dus ik ben heel benieuwd, want het schijnt ook speeltuin te zijn. Wat hè? Je bent er niet genoeg. Geen idee wat je zegt. Zie je die vraagtekens? Ja, hele grote vraagtekens. Nou, we gaan lekker rijden. We zijn daar, Hans en Grietje. Aardig. Perceeltje. Ja. Hopelijk wordt het nog iets beter weer, want tot nu toe is het helemaal ruk. Ik heb wel een... Het is in ieder geval wat droger geworden volgens mij. Ja, ik heb wel een regenpakje meegenomen voor deze knul, maar... Het ziet er wel echt heel erg leuk uit. Ja, hè? Het ziet er alleen niet heel erg open uit. Weten ze wel dat we komen? Ik heb gereserveerd. Dat is toch vier auto's? Ja. Oh, lekker het plek. Waar moet ik zijn? Weet het niet. Daar zijn we dan. Leuk, hè? Jammer dat het zo ruk weer is, maar goed. Leuk hè? Sprookjesbos. Leuk hè? Ja, mama heeft ook daar regelaars aan. Ik kan me wel voorstellen als het hier een lekker dagje is met de zonnetje en zo. Perfect toch? Je wel echt veel plezier beleven hè? Ja. Weet je al wat voor pannenkoek? Gok met chocola. Wat hier aan mijn huisje?
vaak pannenkoek op met pulled pork. Ik heb er nu wat zoet op gedaan. Jessie, lekker? Ja. Wat wil jij kleur? Doe maar blauw. Ik heb wel blauw. Top. En René die had lekker geitenkaasje, walnoten en spek. Ik denk alleen wel dat die anti-hormoontherapie een beetje een vreemde uitwerking heeft in combinatie met de pannenkoek. Wat? Of zouden ze mijn operatie gewoon verkeerd begrepen hebben? Die wat deed het. Hoe ver gaat jouw liefde, Poepie? Ja, het gaat heel ver, maar dit... dit is op het randje, denk ik. Thuis en voldaan. En we staan nu in het in de oude badkamer en vroeger zelfs mijn slaapkamer. En we hebben dit omgetoverd tot werkruimte. Ja. Want we willen natuurlijk gaan uitproberen hoe de epoxy werkt en of we dat dadelijk zelf aandurven met ons keukenblad. Nou, dus meneer heeft een... hoe noem je dat? Kijkers. Ik weet niet eens hoe het heet. Doe eens een gok. Een zaagtafel. Nou, het is inderdaad een cirkelzaagtafel. Nou. Hij kan links. Dit is rechts overigens. Hij kan naar rechts, naar links. Dan ben ik kwijt. Schermkapje erop. Hij kan best wel ver omhoog, dus dat is wel fijn. Straks als we de schuttingen gaan maken en zo, kunnen de balletjes ook... kan er allemaal op. En het is nu al vrij laat voordat ik hem eenmaal in elkaar had. Dus ik kan ook nog heen en weer. Dus dit wordt hem niet meer? Nee, dus ik ga niet zagen, maar ik dacht... Mochten we nog klusjesmannen in onze volgers of aanhangsels van volgers hebben, alle tips zijn welkom. Ik ga hem even aanzetten. Oké, dat gaan we niet meer doen nu. Holy shit. Dat gaan we niet meer doen vanavond. Nee, holy crap. Ook niet zonder oorbeschermers. Nee, zeker niet. Goh. Nou, oké. Nou, dus dat voor later. Ik ben ook nog gebeld door de verpleegkundige specialist, want ze vroeg mij hoe het ging. En ik zei, nou, gaat eigenlijk wel prima. Alleen, ik heb wel wat last van mijn gewrichten, vooral in mijn knieën, als ik ze heb opgetrokken en zo. Zij ging dus nog even navragen voor het calcium en vitamine D. Maar ik had ook nog de vraag waarom ik voor de antihormoontabletten letrozol heb gekregen en niet tamoxifen bijvoorbeeld. Nou... Dat wist ze niet. Dus dat ging ze even navragen aan de internist. En hij had er een hele goede reden voor. En dat was namelijk dat ik al begonnen ben met de Lucrin. Al vanaf juni. Dus die beschermen goed mijn eierstokken. En daarom beginnen we met de letrozol. En dan gaan we waarschijnlijk later over op de tamoxifen. Blijkbaar slik je een paar jaar de een en later de ander. Wist ik ook niet. Weten we nu wel. En morgen ga ik iets heel leuks doen, want ik ben gevraagd door het Haga ziekenhuis om een soort van model te staan voor de Wereldkankerdag. Ja. Ja, je kan maar ergens voor model staan. Ze vonden mij daar helemaal een geschikt persoon voor en hartstikke leuk. En ik vind het heel leuk om te doen en een eer dat ze me daarvoor hebben gevraagd. En ja, ik sta natuurlijk voor positiviteit en ik ben tot nu toe ook zeer tevreden. En ja,
als ik zo'n steentje weer bij kan dragen, doe ik dat heel graag. En wat ook heel bijzonder is, is al jullie geweldige reacties. Ja. Als eerste op ons huis. Super, ja. Super reacties. Super tof. En we kunnen niet wachten om jullie gewoon echt helemaal mee te gaan nemen in, ja, gewoon van de grond af aan. Het inrichten, ja, ons falen in dingen zelf proberen waarschijnlijk. Ja. Zoals jullie van ons gewend zijn. Het bouwen van een studio. Kan nooit normaal. Bouwen van een studio. Ja. Ja, alles. Gewoon. Nou ja, alles, ja, inderdaad. Want het werd ook nog gevraagd inderdaad, van wat gaan we zien. En ja, we gaan jullie alles helemaal meenemen. En daarnaast hebben wij in de vorige vlog hebben wij onze single gereleased, noem ik het maar even. Maar dan op YouTube. Ja, en daar hebben we ook zulke lieve, geweldige reacties op gekregen. Ja. En dus bedankt daarvoor. Dankjewel. En we gaan erover nadenken om hem ook op Spotify te zetten. Zodat jullie hem misschien vaker kunnen luisteren. Ja, want we hebben natuurlijk opgenomen en nooit gereleased. Nee. Waarom dus, eigenlijk niet? Ja, er kwam van alles tussen. En ja, ik weet niet. Ja, mijn stem vooral. Ja, jouw stem. Ja, maar goed, toen was het nummer al opgenomen. Dus dat was geen goede reden. Nou, mijn gedachte was meer van, als je er iets mee wil en gaat naar de radio en dat soort dingen, dan ja, moet je ook kunnen zingen natuurlijk. Nee, ja, precies. Maar als je hem gewoon op Spotify zet, dan kunnen mensen hem wel gewoon downloaden. Nee, hoef je niet voor naar de radio's. Dat zeker. Maar misschien dat we het dus alsnog gaan doen. En dan kun je hem vaker luisteren, maar voor nu kun je hem lekker gewoon telkens op YouTube aanzetten. Op repeat. Ja. Nou ja, en ik heb er weer een opvlieger. Leuke andere duetjes wellicht in de toekomst. Het is ons. Ja, of als jij liever met een andere duet opneemt. Meer muziek opnemen. Want inderdaad, het is de bedoeling om dadelijk onze geweldige zolder, dat wordt een, we noemen het maar even de hobbykamer. Dankjewel. Dank je wel. Even de hobbykamer. We gaan daar dus onze muziekspullen, dat die gewoon daar blijven staan, klaarstaan om te kunnen pakken. Meer investeren in de muziekdingen. Ja. Maar dus ook voor fotografie en de vlog. Kookvlogs. Kookvlogs willen we gaan doen. Maar goed, die doen we niet op zolder, neem ik aan. Nee, dat is onze trainingdingen gaan we daar neerzetten, want daar hopen we er ook wel wat meer aan te kunnen gaan doen. En ja. Nou, het wordt gewoon, ik heb zoveel zin in. Ja, echt hè. Ja, ik kan echt niet wachten. We kregen vandaag twee mailtjes in de auto en toen, we zaten natuurlijk. Ja, en dat was het toch niet. We dachten, we gaan de datum krijgen, ja. Maar nee, helaas. Even wachten. Maar ja, goed, we weten dat het waarschijnlijk april, mei gaat worden, dat het is. En we hebben nog genoeg stress, keuzestress, over wie gaat wat doen, wie gaat de tuin doen. Gaan we het collectief doen of niet? Of, ja, dat komt er ook allemaal bij kijken. Dus, maar goed, het gaat vast allemaal goed komen. We gaan niet meer stressen, want het is gewoon onzinnig om hier je over druk te maken. Je verandert er niks aan. Nee, het leven is mooi. Zo mooi, zo mooi. Ik hoorde er ook een liedje in. Dat is van, de wereld is mooi. Studio 100. Ja. Dus we gaan denk ik niet meer te klussen nu. Er zijn allemaal nieuwe buren. Laten we die nog maar even niet lastig vallen. Nee, we gaan even lekker op de bank chillen denk ik. Vind ik een goed plan. Even een hapje eten. Tot later. Goedemorgen. Yeah. Het is 1 februari en ik heb me wel opgemaakt en ik zie dat dit nog wel een beetje bruin is. Het is altijd een beetje lastig als je jezelf opmaakt en dan in de buitenlicht komt. Ja, heb ik ook altijd. Ja, jij ook. Nou, anyway, we zijn om de weg naar het Haga ziekenhuis en dit keer voor eigenlijk wel iets leuks. Dat is ook wel eens leuk voor de verandering. Ik ben namelijk opgebeld omdat ze iets wilde doen voor Wereldkankerdag. Ik drop jou even af. Jij drop mij even af, want het is rukweer. Het is toch zonde als dit allemaal afdruppelt. Maar nee, helemaal toppie. Ga ik hier stoppen dan? Nou, zeg maar wat verder weg. Dan moet ik nog een stuk lopen.
Jezus. Maar ik mag daar niet in, hè? Het is echt een rukweer. Dan moet ik even om het terrein. Ja, eigenlijk wel. Nou, ik ben net opgehaald. Dit is mijn outfit. Ze heeft even een lekker theetje. Is ze voor me aan het halen. Het is trouwens niet donderdag Wereldkankerdag, maar vrijdag 4 februari. Kijk, mooi uitzicht. Op het nieuwe plein en de huizen. Lekker relaxed. Ik ben nu in het ziekenhuis en ze zijn nu toevallig alle foto's aan het maken terwijl ik aan het vloggen ben. Ja, daar staan ze. Ik sta nu, pak even mijn andere hand. Dat is misschien mooier voor de foto, je weet het niet, hè. We hebben net foto's gemaakt met de verpleegkundige specialist en mijn internist. Dus dat is wel leuk. En het komt op alle social media kanalen. En ik moet nu even foto's maken met mondkapje op. En dadelijk gaat hij misschien nog even af. En dit is dus de hal waar je op kijkt, die laat ik jullie normaal gesproken ook niet zien. Ik weet niet welke hand mooier is. Die andere was een beetje. Deze? Ja. En dan heb ik een sieraad ook erop, hè? Oh ja, ja, precies. Ja, dus ze willen mijn linkerhand. Zo, kijk, nu zijn we even zonder mondkapje. Ik doe even mijn ketting goed. Het staat altijd zo lelijk. We zijn nu even wat zittende foto's aan het maken. We doen er weer eentje met mondkapje, want je weet maar nooit. Ik ben even lekker rondje aan het lopen met de honden. En ik realiseer me ineens dat april 2022 Mojo gewoon 11 jaar wordt. Holy moly, wie had dat gedacht? Want als pup lag hij ook kritiek. Maar ik heb op een moment in zijn leven een goede keuze gemaakt om hem te laten opereren. Het was heel spannend. Maar hij is still here. Goedemorgen. We zijn gezellig bij schoonmams. We hebben heel lang in de file gestaan. Er was een ongeluk gebeurd. Maar ja, gelukkig zaten we er zelf niet in. Hè? Ja. Beter in de file dan erin. Ja, het was een aardig stukje vangrail. Ja. En nu zie ik een cadeautje op de tafel. Voor mij. Waarom heb ik dit cadeautje? Nou, dat gewoon. Weet je, hè? En waarom moet ik de morgen camera weer vasthouden en heb ik geen cadeautje? Morgen krijg je de eerste bestraling daarom. Oh. Hè? Maar als je weer helemaal overal vanaf bent, krijg je geen cadeautje. Wat is dit? Is dit wat spannends? Volgens mij oorbellen. Die heb je van Nienke. Leuk. Oh. Moet ik even zeggen. En kijk de naam. Er staat een J in. Ja. Oh, leuk. De J van Jené. Jessie Silver. Die maakt zij zelf, hè? Oh, echt? Wat leuk. En ik heb de kleur uitgezocht. Mooi. Leuk. Jouw ogen. Ja, die heb ik nog niet. Thank you. For supporting my small business, you make my day. I hope this will make yours. Andere kant. Oh, andere kant. Nee. Oh, andere kant. Lieve René, heel veel plezier met jouw nieuwe handgemaakte oorbellen. Van dit paar bestaat er maar één op de hele wereld. Out of the ordinary. Daar houden we van. Ja, zijn leuk. Heel leuk. Ga ze zo even één doen. Mooi, hè? En deze heb ik uitgezocht. Hey. Ik vond de kleur mooi. Ja. Leuk zeg. Super. Toevallig zei mijn moeder van je moet ook een wat langere doen langs je gezicht. Lief. Die is mooi. Ja. Alsjeblieft. Zo, we gaan deze Johnny gaan we even ontjohnnyen. Waar komt dat? Nou, daar gaat hij. Nee. Oh, daar gaat hij niet. Jessie, kom eens even zitten, schat. Akla. Ah. Jessie. Kijk daar bij mama. Jessie. Dat is je staart. We voelen dan. Mijn staart is de afhaal. Ja. Is jouw staart. Je staartje eraf gehaald. Zo, we zijn bijna thuis.
prachtige zen muziek opgezet. Het is een zilver, die is in slaap gevallen, maar wel pas na een uur. Net de laatste 10 minuten. Ja. Hoe houdt dit vol? Zijn ze dus helemaal kapot. En daar helemaal gesloopt. Nou, we hebben veel dingen gedaan. Altijd als we naar Tilburg gaan, probeer je toch zoveel mogelijk mensen te zien en te doen. En dus we zijn gezellig naar zijn moeder geweest. En toen naar Mitch zijn verjaardag. En toen naar zijn vader nog eventjes. En ook nog even langs Petra. Dus ja, het was een volle dag. Maar wel voldaan. We hebben alles gedaan, toch? Ja. Nou, wij gaan de volgende vlog. In de volgende vlog gaan jullie zien dat ik mijn bestralingen start. En hoe het artikel van het Hagen ziekenhuis is geworden. Ik heb hem al gelezen, een mooi stuk. Leuke fotootjes. Ja. Dus die zal ik ook nog wel delen. En voor nu zeggen we: slaap lekker. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en natuurlijk het belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven. En we zien weer heel graag jullie reacties. Ciao! I just wanna see where your love can take me when I'm with you.